Jordi, wat is de naam van die beroemde vis en hoe is hij aan die naam gekomen? Bruto. Bruto. Velen noemen hem Brutus. Bruto, er is veel twijfel en dergelijke. Ik hoor verschillende namen. Maar het is Bruto officieel. Die naam komt door een paar jongens die ik ken. Die vis komt origineel van het kanaal. Het is opgezet en die jongens waren daar achter aan het target vissen. Hè. Een grote vis, hè, was al in de 20, 25 kilo. Maar die vis had nog geen naam. En de jongens zaten op een avond samen en toen is de naam Bruto ontstaan. Ik vraag me niet hoe of waarom dat ze dat, maar de jongens hadden zoiets van Bruto. Misschien een brute vis eruit zien, we noemen hem Bruto. En zo is die vis aan de naam gekomen. Bruto, dat is ook Latijn voor een mythologisch figuur. Zouden we die vis zo kunnen zien? Misschien wel, ja. Misschien wel. Als je ziet hoeveel mensen van overal, Frankrijk, Duitsland, naar daar kwamen voor die vis, ja, dan gaat die vis wel, zouden we die zo kunnen noemen. Die vis was een spiegel. Niet te lang, maar wel een hooggebouwde spiegel. Kenmerkend met vanachter op zijn rechterzij. Vanachter had hij 4-5 schubjes. Voor de rest was hij vrij naakt, ik zeggen. Had hij 4-5 schubjes en daar werd die vis altijd aan herkend. En ook een klein kopje, dat was al bekend. Zijn kop was eigenlijk te klein voor zijn lijf, zou ik zeggen. Een spiegel, een donkere wat. Die vis is het zwaarste gevangen op 32,5 kilo. Dat is het zwaarste dat hem gevangen is. Ik heb mezelf op 29 kilo gevangen. Wat zeker niet weinig is voor mij. Ik had hem misschien wel liever op 30 kilo just erboven gevangen. Maar kijk, vis woog 29 kilo, we gaan er niet over liegen. Kenmerkt dan de vis. Je zag hem vaak liggen, heel vaak. Als een vis als de zon scheen, kwam hij direct boven liggen. En er lag altijd een klein schubje bij. Dat wisten we van, kijk, dat is Bruto, oké, die valt wel iets op. Ze hadden nog wel een paar 25 kilo vissen. Maar er lag altijd een andere vis, een schub, lag er altijd bij. Dus dan wisten we zeker van, oké, dat is Bruto. Daar ligt hem weer in de zon. Wel een sluwe vis, zeker en vast. Als je ziet hoeveel mensen dat er jaarlijks daar kwamen voor die vis. Die vis kwam er het ene jaar 4 keer uit bijvoorbeeld en dan zag je hem een jaar niet meer. Zeker en vast een slimme, sluwe vis die de kneepjes van het vak zeker en vast kende. Ook bij de aanbeet van de vis, ik weet het nog goed, ik lag in mijn tent en ik kreeg 2 piepjes. Ja, normaal, een karavisser, 2 piepjes, denkt lijnzwemmer of gewoon even wind. Het is niks aan de hand. En ik ga kijken en mijn top van mijn hengel stond helemaal krom. Nu ik zeg, oké, kom, pak de hengel, contact met de vis. Heel sloom. Vaak zoals een zwaardere vis, heel sloom. Weinig zwemmen, gewoon geen draad pakken, gewoon op die hengel blijven bonken. Die vis zwemt zijn eigen even vast. Ik zeg, allee, dat kan niet. Vast, in het midden van het water. Ik zeg, normaal gezien liggen er geen obstakels. En dan rustig aan, ik denk 20 minuten staan te drillen en toen kwam de eerste keer de flank boven. Hij kwam juist met zijn rechterflank, met zijn schubjes boven. Ik zeg, ja, dat is hem. En toen begon het, hè, ja, bibberen van, ja, oké, ik vis al 3 jaar voor die vis. Ik had bijna het bestand allemaal gedubbeld, de tweede vis had ik gedubbeld. Alle vissen aan het dubbelen, ja, en nu wist het van, oké, het is het moment. Ik had iets daarvoor ook al een klein spiegeltje gevangen. Die vis bleef maar beuken. En voor me aan de kant lagen stenen. Ik zeg, oei, die stenen hadden maar niet te kort bij. Want die vis bleef gewoon onder de hengeltop, maar beuken. En iets later lag in mijn net en dat was een opluchting. Ik was eindelijk klaar met het water, zo gezegd. Ik had zo de vissen die ik wou vangen. Ik had bijna het bestand gedubbeld. Maar ja, een sluwe vis. Want het jaar daarna, het jaar dat ik hem vang, komt hem er 4 keer uit. Ik vang hem op 29 kilo. En het jaar na mij is hem er niet uitgekomen. En die vis schommelde altijd. En nu, een jaar of 3 geleden, werd die vis op de andere vijver gevangen. Nu blijkt dat die vissen van de eerste vijver naar de tweede vijver door die tunnel wel erdoor konden. En wij dachten jaren van, die vis gaat er niet door. Bruto toch zeker niet. Maar nu beginnen we bij na te denken van, ja, die jaar dat die vis niet werd gevangen, zou die dan niet op die andere vijver hebben gezeten? De vijver waar amper of nooit werd gevist.
Dus het kan goed zijn dat die vissen iets van, ik word een jaar gerust, ik word daar wat gerust gelaten, ik ga daar mijn aas nemen, mijn natuurlijk voedsel. En nu denken wij bij de jongens die me vervangen, van ja, het ene jaar 4 keer eruit komen, het andere jaar weer niet. Dan is de keer 1 keer om de 2 jaar. Die vis is gewoon ergens op de andere vijver, denken we, rustig gaan liggen. En zo oud geworden daar. Ja, dus wel degelijk een slimme vis. Heel slimme vis, ja. Inderdaad, ik zeg het u, hoeveel... Er werd zoveel gevist, het was een enorm dressuurwater, het was niet gemakkelijk, er ging zoveel aas in. En die vis werd dan maar soms niet, soms is 2, soms is 4 keer per jaar gevangen. Ja, hij wist inderdaad de kneepjes van het vak, dat kunnen we wel zeggen, ja. Ik heb van mijn 16 tot net geen 19 heb ik daar rondgelopen en ik heb er veel jongens zien komen. Zeker en vast, ook heel veel bekende vissers. Mario Gijbels, met een baas, ook aan het water gehad. Hij heeft hem jammer genoeg niet gevangen. een van de weinige vissen die hij niet heeft gevangen, denk ik, van zijn touwrijd vissen. Mark Ponsaar van het Nash team, ook met samen visvoer, Eddie Sterks. Noem maar op, overal gesponsorde vissen, niet gesponsorde visser. Duitsers van Frankrijk, mannen van aan de zee, een paar jongens die ik daar heb leren kennen, toffe jongens. Die van de zee elk weekend afkwamen, speciaal voor die vis. Zeker en vast. Tussen grote namen gezeten daar als klein jongetje. Ja, zeker en vast. Het was een bekende vis, iedereen in de omstreken. Zeker omdat het ook een mannelijke vis was. Want mannelijke vissen van over 30 kilo zijn er niet zoveel in de Benelux, vooral vrouwtjes. Dus ja, zeker en vast. Veel bekende koppels zien voorbij komen. Veel leuke jongens leren kennen ook. Ja, zeker en vast. En met welk aas werd de vis meestal gevangen? Nu, qua aas, ik weet jongens die ermee hebben gevangen op pop-up, jongens op bodemaas, jongens op snowman. Hij is 1 keer volgens mij gevangen op pieren of op de korst, dat ik heb vernomen. Maar vooral bodemaas, boilies. Ik zelf heb hem gevangen op Krillen Octopus, de oudste boily in het Dreambait-schamma. Vis ik al jaren mee, daar heb ik jaren vertrouwen in. Op een 20 mm, gewoon op bodemaas heb ik hem gevangen. De ene vangt hem in een pop-upje. Die vis, ik denk dat hij op alle wijze wel al is, bijna is gevangen, maar voornamelijk op boilies, ja. Jordi, heb jij een bepaald respect voor deze vis en zo ja, waarom? Zeker en vast, ik denk dat dat een vis is, een monument in de karperwereld. Is er helaas niet meer, 2 jaar geleden gestorven. Waarschijnlijk door ouderdom, denken we. Op het laatste zag je echt dat zijn ogen zo eruit staken en dat ging het niet lang meer duren. Die vis heeft vele mensen gelukkig gemaakt, om al jaren zijn toertjes daar. Respect, ja, zeker en vast. Ik weet nog toen als ik die gevangen had. Ik belde naar mijn vader, kameraden opgebeld en op een gegeven moment, ja, het is bijna 30 kilo. Het is, ik ben met 2 man gewoon altijd voorzichtig geweest. Die vis uit het net, uit de sling gepakt, naar de mat toe. Ja, aantal emmers water voor altijd door op te kappen. Ik was er wel heel voorzichtig mee. Want je wilt niet dat die vis de laatste keer bij u wordt gevangen. Zeker en vast niet. Het was al een oude vis. Zeker en vast, daar misschien meer respect mee omgaan. En ik weet nog goed, ik was foto's aan het trekken. En het water waar we zwommen komt veel volk voorbij. Veel fietsers, veel lopers, veel wandelaars. En, op een gegeven moment was ik foto's aan het trekken en ik zag voor me, er stond bijna 30 man denk ik. Ook mensen die stoppen, oh wat een vis en dit en dat. Dus ja, zeker en vast. En er was enorm veel respect voor die vis, zeker en vast. Zeg Jordi, hebben ze hem werkelijk dood teruggevonden of is hij gewoon verdwenen? Hij is dood teruggevonden, ja. Hij is niet ineens dat je zegt, van, we zien hem niet meer, hij is weg. Hij is dood teruggevonden langs de kant. Een kameraad van mij had hem gevonden, heeft hem geschept en hij is begraven. Ook gewoon aan het water is hij begraven, ja. Als dat niet getuigt van respect, is hij ook nog plechtig begraven? Hij is plechtig begraven, bijna alle vissen daar. De tweede topvis, de bleke noemde die, heb ik 2 keer gevangen op 25 en op 26 kilo. Die vis was 2 jaar ervoor voor Pluto, dus 4 jaar geleden, is die gestorven. Met alle vissen wordt dat gedaan. De vissen worden geschept als we ze zien, want niet elke vis komt boven drijven of ziet het direct. Of is al helemaal ontbonden. Elke vis wordt daar geschept bijna, gekeken welke dat het is. Ook gewoon door de locals, door de vissers die er vissen, die de vissen kennen van vroeger. En elke vis wordt daar geschept en begraven, mooi weggelegd.